Deze podcast loopt in samenwerking met Rationale Belgium, de juiste apparatuur voor elke branche. Super dat jij hebt afgestemd op de podcast Satellite Gourmet. Mijn gasten zijn gastronomen die werkzaam zijn in de horecasector of een link hebben met gastronomie in de breedste zin van het woord. Hier kunnen ze hun verhaal kwijt over hun onnoemlijke passie voor koken en de horeca. Over de cultuur van voedsel en dranken en hoe gastvrijheid de rode draad is en blijft in die mooie sector als die van de horeca. Mijn naam is Sabine Goetals en ik ben jouw host. Veel luisterplezier met deze aflevering. De Blend Brothers. Het begon met Hendrik en met Camille. Het begon met liefde voor lekker eten en twee broers. Het begon met de ene, Hendrik, opleiding aan de hotelschool als sommelier. En de ander, Camille, werd eventmanager. Het begon met ervaring opdoen in Oud-Sleus. De toen drie sterrenzaak van Serge Herman. De kromme Waterhang. Slijplaten, de Jonkman in Brugge, dat is de Hendrik. En de andere als cocktailmaker, mixologist in Cat katsand en de Jane in Antwerpen. En voor Camille klonk het als muziek in de oren. Samen verkennen zij de wijde wereld op zoek naar nieuwe smaaksensaties, nieuwe producten, nieuwe concepten. En dan komen ze terug, kijken elkaar in de ogen. Allee, dat vermoed ik toch. En zeggen ja tegen elkaar, als in goede en kwaaie dagen, in ziekte en gezondheid. En verder gaat het niet uiteraard. Maar Hendrik en Camille zeggen ja tegen het ondernemerschap om samen iets uit de grond te stampen. Nee, 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 nee geen cateringbusiness zomaar. Nee, geen restaurant, maar een onderneming met als thuisbasis Zeeland-Oostburg een horecabedrijf met verschillende facetten waarbij ze eten, drinken en muziek combineren. Het varieert van nieuwe smaken of smaakcombinaties creëren voor grote namen als Kalabout en Bacardi tot de complete organisatie van een bedrijfsevent. Ze doen ook aan productontwikkeling. Bedenken nieuwe restaurantconcepten en ja, brengen Meatcorn uit, een kroketlijn. En het concept Ver Gin. Ik hoop dat ik het goed zeg. En zo ontstaat de Blend Brothers. De letterlijke betekenis van Blend betekent een mix van twee of meer grondstoffen in één stof. En door te mixen kun je verschillende eigenschappen, uitstralingen, aan andere stoffen geven. Hendrik en Camille zijn dus meer dan zomaar grondstof. Ze zijn het levende bewijs dat het kan om samen een mooi verhaal te schrijven. Van consulting, van cateringorganisatie en productontwikkeling. En een van de broers zit hier voor me, Hendrik Buizen. Ben jij de oudste of de jongste van de twee? Ik ben de oudste, dat kan je misschien wel zien. Maar... <laughs> dat weet ik niet, want ik zie Camille nu niet voor me. <laughs> um, misschien heb je de website al eens afgesnuffeld. Ja. Uh, waar wat foto's van ons voorbij komen. Maar ik ben inderdaad vier jaar ouder als Camille. En um, uh, ja. ja. Hoe voelt het om de oudste te zijn? Oh, verantwoordelijkheden. Hè? Nee, we hebben nog een broer. Um... We zijn met z'n drieën thuis, uh, drie jongens en uh, één broer die een jaar jonger is dan mij en, en Camille is, is vier jaar jonger dan mij. Um, in principe zijn we altijd ons eigen pad gegaan, tot op inderdaad zeven jaar terug, toen we uh, ja, toch meer uh, elkaar opzochten uh, door de gastronomie, door het werk en dat we op die manier samen zijn gezegd van oké okay, we gaan iets starten. Mm -hmm. Onder hetgeen wat we nu al zeven jaar doen, uh, Blend, wat je net heel mooi beschrijft, alle verschillende facetten die we eigenlijk uh, proberen uit te voeren. En uh, ja, dat gaat nog steeds heel goed en dat is heel tof. Ja, het, het klinkt altijd heel tof te zijn. Maar ik denk dat het ook altijd een uitdaging is in wat jullie doen. Want uh, hier staan we dus, en ik, ik sta hier te blinken voor me. Dat is een cocktail. Hè? Ja. Dat doen jullie dus: cocktails gaan ontwikkelen. Maar vertel, wat heb je hier voor ontstaan? Ja, onder andere, dit is een, um, een alcoholvrije cocktail. Dus die. Uh die eigenlijk ontstaan is door de vraag van heel veel restaurants van hoe kunnen we iets efficiënt uh, serveren aan onze gasten toch met een bepaalde diepgang, toch met een bepaalde uh, textuur waarbij je, dat je geen alcohol gebruikt. Dus op die manier zijn we eigenlijk aan de slag gegaan en uh, kwam de Virgin Basil Smash. Dus eigenlijk een cocktail op basis van heel veel verse basilicum, cardamom, jeneverbes, um, uh, korianderzaad voor de diepgang uh, voor en de, voor de kruidige smaak. Um, die we eigenlijk back in box aan de horecazaken kunnen uitleveren. En waarbij dat ze hem enkel nog op ijs moeten aftappen. En dan komen garnituurtjes bij. Roosterde boekwijd die zorgt voor een, uh, een mooie crunchy textuur. Uh, waar je ook kan opeten in plaats van een korianderzaadje waar je op moet bijten, maar wat niet zo aangenaam is. En we werken hem af met een uh, basilicumolie. Echt voor je filmende mondgevoel. Als je hem aanzet, dat je dan ook echt mooi uh, in, in de breedte van je palet de, de, de basilicum terugproeft. Mm -hmm. Oké, okay, maar ik kan het niet laten. Ik wil nu alles proeven. Ja, ik dus mag. ik ga je even laten uh, het, het afwerken. Dat ga ik doen. Je kunt niet veel bij vertellen, want dan ga je weg van de micro. Maar ik, ik ga het even omschrijven. Dus nu doe je daar die boekwijd op. Ja, goed. Dus ontrokken uit basilicum, heb ik het begrepen. En daar staat nog een flesje neusdruppels. Maar dat zijn geen neusdruppels, uiteraard. Oké. Okay. Oké, okay. ja, ja dat, is behoor, dat zijn behoorlijk wat druppels. <laughs> Goed. En daar gaan we. Ja, vertel. Ja, wat dus heb je daar is... nu net gedaan? Dat dus laatste. die neusdruppels, dat waren. Uh... <laughs> Dat, waren, uh, dikke... nee, dat was een basilicumolie, dus eigenlijk een geïnfuseerde basilicumolie, waardoor dat je verse basilicum op een lage temperatuur infuseert in vacuüm. Um, de de boekwijd is geroosterde boekwijd. En dan inderdaad, de smaak is vooral uh, heel veel verse basilicum op verschillende temperaturen geïnfuseerd in de cocktail. We gaan het toch eens proeven. Ja, ja de luisteraars kunnen nu alleen maar fantaseren... Mm. Een hele frisse toets, moet ik zeggen. Veel ijs, want dat hoort zo bij een cocktail. Ik ga nou eens proeven. Ja, absoluut. Maar Hendrik, je zei het daar. Uh, alcoholvrij, dat, dat is een trend aan het worden. Hè, dat meer en meer restaurants een alcoholvrije kaart willen. Zeker, dat is echt een, um, een trend die steeds meer komt. En, en waar ook gewoon, uh, waarbij dat je ook ziet dat er. Cocktails geserveerd worden met alcohol, maar veel lager in alcohol. Waardoor dat je toch een keer wat meer kan proeven, waardoor dat je niet vlug- dat verzadigde gevoel hebt. En um, op die manier we hebben we nog een aantal andere smaken met alcohol, altijd vrij laag in alcohol, um, om een beetje variatie te kunnen bieden. Mm -hmm. Dus dit is dan een virgin basil smash. Dan hebben we een Horseneck, Dat is meer met uh, Aziatische smaken. Gember, limoenblad, kaffier, lime um, Dan hebben we nog iets aperino. Dus meer richting een, een vermoed, een uh, Campari, een bitter. Uh, Negroni-stijl. En dan nog iets met munt. Ook iets fris. Uh, om zo een beetje de variatie te kunnen bieden aan de restaurateurs. Waarbij dat ze eigenlijk zelf nog enkel de afwerking moeten doen. Mm -hmm. um, en um, ja, op die manier ook gewoon heel, veel, heel efficiënt kunnen werken. Dus ja. inderdaad... Als ik nu zo stout zijn ben... Zou ik hier een beetje een soort alcohol kunnen aan toepassen? Laat toch zeggen, een gin bijvoorbeeld. Absoluut. Ja, hebben... Zou ik kunnen, hè? Kan zeker, ja. En dat is ook de variant die we hebben. Dus we hebben er ook een met Black Tomato Gin. Dus dat is eigenlijk een gin uit Kamperland, uit, Zeer uit Zeeland. Oké. Die ook heel mooi met die basilicum gaat, natuurlijk. Uh, dus we hebben twee, uh, twee varianten hierop. Uh, met alcohol, maar als, als, als mensen zelf een eigen gin hebben, wat je vaak ziet, natuurlijk, dan kunnen ze die er ook aan toevoegen. Ja. Die combinatie met gin, dat past heel goed. Ja, en als jij nu zo staat in die horeca, voel je dat dat echt de toekomst zal zijn? Dat men meer geen alcohol zal drinken bij het eten dan wel? Want dit kan best ook bij gerechten gedronken worden. Absoluut, Het is ook zaken die er echt hun perring op afstemmen. Hè. Die zeggen van, kijk, ik wil een fris vogelgerechtje, een gemarineerd makreeltje, met komkommer, met wat verschillende garnituren, dan, dan dat past perfect. En, en op die manier zie je dat veel. Maar ook apparatief. het is niet dat mensen totaal niet meer moeten of niet meer drinken, maar ze, ze houden het meer in balans. En, en mm -hmm. we spelen daar graag op in, om toch een alternatief te bieden die, ja, die ook een bepaalde ja, diepgang in smaak heeft. Wat... Mm -hmm vergelijken is met een alcoholisch cocktail. Ja, maar ik denk dat de uitdaging wel is dat er nog steeds hoop mag zijn dat je nog iets alcoholisch mag uitvinden. Sowieso. Om het zo te zeggen. Nee, he? sowieso. Dat Want het uh, zou toch maar saai worden. Daarom, daarom, dat gaat niet weg. En dat is het ook. We bieden ook heel veel uh, toffe cocktails met alcohol ja. aan. Um, maar goed, inderdaad, je moet er gewoon op, gewoon op inspelen in de dag van vandaag. Ja. Dat is een van de, van de dingen die jullie doen, hè? productontwikkeling. Maar ik zou graag eens met jou teruggaan naar het begin. Um, ik heb over jou gelezen en jij en Camille, jel, jullie hielden van lekker eten. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Goh, ja, als je eens kind af aan wordt je op. Opgevoed door moeders, die altijd lekker kookt, vers kookt. Die, uh, die houdt van uh, uh, met de familie lekker uit eten gaan, mooie restaurants bezoeken. En ja, op een gegeven moment is dat wel iets waar je dan verder over nadenkt. En denkt van, goh, misschien hou we daar uh, wel eens iets mee doen. En zo zijn we daar een beetje gerold Op jonge leeftijd naar de hotelschool gegaan. Ja, daar krijg je ook al een beetje de, de, de knipjes van het vak mee met mooie stages. En dan, en dan vervolgens, um, ja, dan rol je er echt in door. Te gaan werken in de in de mooie restaurants. Ja, maar je hebt echt de opleiding als sommelier gevolgd. Nee, echt als, uh, als chef, als ook als kopper. chef. Ja. Maar dat ja. was een specialisatie als sommelier. Dus sommelier. Maar je voor bent, je bent eigenlijk uh, chef ja. van opleiding. Ja, ja. En dat eten, dat koken, dat trok je aan? Ja, uh, wat ik zeg, mede door, door, door het, het familiale aspect. En vervolgens ook ja, door uh, lekker uit eten te gaan. En als je dan aan het werk bent en, en, en je patiëntjes over, dan ga je mooie restaurants uitzoeken. En dan, ja, op die manier word je geprikkeld, hè? Ja. Dus uh, al van uh, jongs af aan, inderdaad. Ja, en nooit de behoefte gehad om, om zelf uh, een restaurant te hebben? Heel lang, zeker in de jaren dat je dan uh, voor Chess werd, onder andere Oud-Sluis, uh, was dat ook wel een, een, een idee, een doel, een ambitie. Uh, maar gaandeweg is dat ook een beetje veranderd, omdat ik het gevoel had dat ik echt buiten wilde komen. Ik had zoiets van, ik heb heel mijn leven toch een lange tijd, een jaar of tien, vijftien, binnen vier muren staan, voor chefs gewerkt, heel interessant, uh, interessante tijd gehad, maar ik wilde echt naar buiten komen en mensen ontmoeten en uh, op die manier ook geïnspireerd raken en het eten, drank en muziek gegeven uh, breder plaatsen en daardoor ook, ja, uh, uh, niet per se een zaak te hoeven starten, maar dat er ook mogelijkheden liggen uh, zonder een, uh, een restaurant te hebben. Mm -hmm. um. Je hebt in oud Sluis gewerkt, in de Kromme Watergang en in de Jonkman. Dat zijn drie Mag ik wel zeggen, verschillende soorten restaurants. Hè? Klopt. Waarin zit voor jou het verschil? Of zat het verschil? Oudsluis was toen drie sterren waard, uh, Serge Herman. Dat was rock'n'roll, denk ik dan. Mm -hmm. ja. Terwijl ja, dat dat was... dat de Jongman misschien iets serieus was, of niet? Ja, ik, ik heb <laughs> samen met Filip in Oudsluis gestaan in de tijd. En vervolgens uh, ging Filip starten, uh, de Jongman. Dus toen vroeg hij al: Van goh, hè, wil, je, wil je komen werken met de opstartjaar? En dat was, dat was fantastisch, uh, dat was heel interessant. Um, en vervolgens uh, kwam er een plek vrij in uitsluis. Dus ja, dat was een keuzevlug gemaakt. En Philippe die begreep dat uiteraard ook, want hij heeft er lang gewerkt. Uh, en dat is inderdaad ook weer een, 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 een nieuwe stap. Um, en inderdaad, wat je zegt, is een, een, een heel leerrijk uh, gegeven geweest. Zeker in die, uh, in die periode. Uh, toch een viertal jaar gebleven. En toen kwam de kromwaterhang. En dat is een heel ander vaarwater ook weer. Dat zijn twee totaal andere keukens. Uh, terwijl je wel nog steeds met de regionale Zeeuwse mooie producten kan werken. Maar iedereen op zijn manier. En met die bagage die ik had vanuit Sluis. kreeg ik ook de bepaalde vrijheid in de keuken van de kromwaterhang. Door met de tuin aan te leggen. En daar ook zaken mee te, ja, te combineren. Uh, vervolgens ook. Um, uh, ja, je eigen weg een beetje zoeken door middel van bepaalde stages. Die, die vrijheden kreeg je dan ook om naar Parijs te gaan of naar um, uh, San Francisco. En daar ook weer ervaringen op te doen en die ideeën mee terug te nemen. Dus dat, uh, en dat zijn altijd ja, uh, heel interessante dingen geweest. Ondanks dat dat totaal verschillende uh, chefs en verschillende stijlen waren. Maar dat is wel iets ja, wat me altijd geïnspireerd uh, ja, heeft. De regio heeft heel veel te bieden van ons. En uh, iedereen doet daar op zijn manier iets mee. Maar en uiteindelijk, ja. Ben je voor jezelf en haal je daar ook weer je eigen, uh, je eigen ideeën uit. Is dat dan wat voor jou het meest aantrekkelijke is in het werken in de gastronomie, in de horeca? Dus het werken met die producten, met, met de stijlen van die chefs? Uh... Ja, weet je, uiteindelijk. Um... Wat we nu ook doen, het is nog altijd uh, regionaal proberen de dingen te zoeken. Oké, okay, je kan niet alles uit de buurt halen, dus dan wordt er natuurlijk ook wel eens met zaken van over de wereld gewerkt. We zijn ook over de wereld geweest, maar we proberen dat toe te passen met uh, visjes of schaaldieren uit onze regio. Um, en dat maakt het ja, ja, super interessant. Want uh, ja, zeker met die reizen die we gemaakt hebben en daar ook de inspiratie uithalen op een product van de regio, dat is iets uh, ja, dat opent ook deuren Ja, maar goed. Je zegt het daar, reizen gemaakt. De dag dat je besloot om reizen te maken, samen met je broer. ja, dan kun je geen geld verdienen. Hè? Dus dan moet je. dat is nemen of laten, denk ik dan. De, ja. dus, maar dat is investeren in de toekomst, denk ik dan. Ik zeg het misschien verkeerd, maar we hebben wel. we hebben niet zomaar gereisd, we hebben ook gewerkt. Dus het was een, telkens een job die er kwam. Okay. En ik noem het reizen, maar het waren eigenlijk gewoon afgebakende jobs voor bepaalde zaken. Ja, maar reizen kwam na de uren dan, hè? Ja, dus dat ontdek je inderdaad. Dan ga je restaurant, dan zie je verschillende ja. zaken. Dus als je, dus als je een job in Tokio hebt voor een barricadebout, ja, vervolgens ga je dan natuurlijk ook wel de stad ontdekken en alle verschillende keukens ontdekken. En dat, ja. dat valt wel een beetje onder reizen. Maar het is wel het werk geweest wat we, wat we altijd gedaan hebben. Toen ja, van, ja, we gaan het dan straks eens hebben over ja. Tokio, maar laten we eerst eens naar Brazilië gaan. Je bent, je bent daar ook geweest, hè? Uh, ik ken weinig van dit land, maar alleen hè, Braziliaanse danseressen in carnavalsferen, zeg maar. Maar wat is daar zo mooi aan Brazilië? Wat heb je daarvan meegepikt? Brazilië was voor ons echt een heel toffe job. Want dat was een, 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 een nieuw te ontwikkelen product vanuit barricadebout. Dus uh, chocolade wordt gemaakt van de cacaoboon. Mm -hmm. Maar daar rond zit een pulp. En die pulp die werd altijd uh, gefermenteerd, vergist. Maar dan hebben ze een techniek gevonden om die eraf te halen. En dat heeft een hele mooie, frisse, zoetzure, uh, lichi smaak. Wat heel uh, voedzaam is en wat ook heel interessant is om daar zaken mee te doen. Te ontwikkelen. Het zij een energy drink, het zij een, een energy bar, het zij ijssoorten, snoepjes. Um, ja, heel breed. En toen werden we eigenlijk benaderd om daar mee te gaan ontwikkelen en daar nieuwe zaken uit te halen en te creëren. En ja, dat was echt iets wat in de kinderschoenen stond en wat eigenlijk nog niet gedaan werd. Maar doordat we daarvoor um, benaderd werden kregen we natuurlijk heel veel vrijheid om daarmee te ontwikkelen. En dat was echt op de farms in Brazilië, op een chocolate uh, farm. Dus dat was super ja, Dat was super uh, was inspirerend. De ja, dat was ja. wat Wat is daar specifiek qua producten of verschillende producten met, met dat uh, uitgekomen? Die zegt bars, um... G-Bars. Ja, dus bijvoorbeeld een, een, in plaats van uh, dus een, dus een energy bar, een, een reep eigenlijk, in plaats van honing of uh, andere plantaardige uh, suikers te gebruiken, gingen we aan de slag met die cacao fruit. Bepaalde soorten smoothies uh, die, uh, die daaruit kwamen, um, ijssoorten. Uh, het is nu ook voor beschikbaar, dus, dus in de horeca groothandels kan je nu de pulp eigenlijk ook gewoon uh, aankopen en daar ijssoorten mee maken of verwerken in je, in je bereidingen. Mm -hmm. Dus het is ook echt leuk omdat het een, een, een chef kan er ook nu creatief mee aan de slag. Uh, terwijl dat wij toen bezig waren met ontwikkelingen voor um, uh, ja, verschillende multinationals die dan ook vernieuwend willen zijn op dat moment natuurlijk met nieuwe producten. Ja, ja. Um. en, en dan, dan maak je dan zo'n product J jullie worden benaderd maar daar gaan toch enkele maanden over, denk ik. Dan. Absoluut. Ja, jaren zelfs. Ja. Ja? Ja, wij, wij zorgen eigenlijk puur voor de inspiratie en de creatie om ideeën te geven met wat er uiteindelijk meegedaan zou kunnen worden. En dan is het zaak om ja, dat dan in een versnelling komt waarbij dat de bedrijven het echt gaan produceren. Uh, maar daar gaat, gaat we al een serieuze tijd overheen. Ja. Dus dat is eigenlijk ook een, een heel mooi iets in, in dat product. Ontwikkeling uh, alleen wat dat betreft. Um, is dat dan niet een, een zware opdracht voor jullie dan? Om dat samen met je broer te doen? Of, of lukt dat best aardig? Nee, dat gaat goed. Dat is, dat is heel tof ook. Want je hebt, je hebt elkaar. Je kan, elkaar uh, je kan met elkaar in dialoog. Je kan met elkaar overleggen. Je kan, uh, iedereen heeft zijn kwaliteit waarbij dat je uh, ja, daarover over brainstormt en zo. En dat is heel fijn. Uh, alleen ja. Een zaak of met een team uiteraard. Um, dat is iets, iets anders, maar ja, dat bevalt supergoed. En uh, wat ik zeg, het is, um, het is creëren en het is, het is creatief bezig zijn. Dat is het leukste van al. Ja, ik mag wel zeggen dat het met vallen en opstaan is. Hè. En, en het, is, het gaat niet altijd zo gemakkelijk, denk ik. Hè? Ja, ondernemen is inderdaad gewoon... Uh, wij hadden ook nooit echt een voorbeeld anders. Als je een restaurant start, je hebt natuurlijk heel veel collega's, actrices, Collega. Dan kan je een keer aan de bel uh, trekken. Dus bij ons was het altijd alles zelf uitvinden en alles uh, inderdaad zelf uh, proberen uit te vinden. En dat gaat niet altijd vanzelf, maar ja, uiteindelijk zijn we nu al jaren bezig. en uh, ja, het, 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 het loopt lekker en mooi niet klaar. Ja. En er komt van alles voorbij. Is dat alleen. eigenlijk ook niet zo mooi dat je uit één bepaald product zoveel kan halen? En dat eigenlijk van dat product niets hoeft weggegooid te worden. Dat is fantastisch. Dat is het mooiste van al. Dus uiteindelijk um, uh, zijn we ook aan de slag gegaan met de pijl bijvoorbeeld van die uh, cacao fruit. Waarbij dat we die kunnen drogen en dan als, soort, ja, als een soort zetmeel kunnen verbruiken in broden of in, in koekjes. Uh, noem maar op. Dus dat is ook echt het, het mooiste van al. Want dat werd weggegooid. En ja. nu wordt er iets gebruik van gemaakt. En je kan er tal van uh, verschillende creaties mee maken. Uh, dat, is, ja, dat is het leukste van al. Ja. ja. Um, nog een... Productontwikkeling, dat is één iets. Uh, die meatcorn, wat was dat dan? Dat was ja. ook, maar dat is een eigen lijn natuurlijk. Ja, ondertussen is die ook al uh, van aan van aan, Is de blend croquette. Oh, um, de blend croquette. Okay. Ja, dus we hebben er nu drie. Dus ja, dat was uh, goh, een jaar of zeven geleden werden we gevraagd door Tomorrowland van goh, willen jullie een, een typisch Nederlandse festival snack maken? Dus ja, dan uh, hebben we eventjes nagedacht en dan kwam ja, wel heel vlug... al heel veel meestal een festivalsnack moet in één hap binnen, Dat ja, men de volgende zin. kan bestellen. Ja, precies. <laughs> Nog vlotjes gewoon. Dus, uh, dus ja, toen kwam al vlug bij een, bij een, een broodje kroket, een Nederlandse snack, uit. Uh, maar toen wilden we een kroket maken die... Ook weer uh, net iets anders was, op basis van een, van een varken, van een Durok varken, zijn we aan de slag gegaan. Met verheten delen, dus met de wang, de tong en de, de knie, de knuist eigenlijk. Uh, de koppen hebben geroosterd voor een bouillon, lavas erdoor, wow. venkelbloemetjes uit Italië en dan gerold in cornflakes. Dus echt dat je die crispiness hebt in plaats van de paneer, waar je vaak een beetje een andere textuur hebt. Um, en dat, uh, ja, dat was een, uh, een hele toffe uh, proces, waarbij dat we dan door Goyemeeuw de best festival snack gewonnen hebben. Ja. En dan hebben we gezegd van kijk, laten we dit aanbieden aan uh, restaurateurs. Waarbij dat ze dan uh, die kroket zelf nog uh, niet zelf helemaal moeten bereiden. Maar dat ze wel een leuke toffe creatie ermee kunnen maken. Want dat is hetgeen wat natuurlijk, ja, uh, waar iedereen als chef zijnde uh, zijn plezier in vindt. Ja. Maar dat ze het, de, de, de product zelf niet meer moeten maken en uh, de kroket niet meer moeten draaien, dat gaan wij wel doen. <laughs> dus <coughs> ja, op die manier kwamen we bij. Uh, bij de eerste, dan uh, vervolgens uh, kwam er iets met kip, uh, schorrelkip en dasje bouillon. En nu onlangs hebben we de nieuwste met de uh, rund, holstein, nekken en rubia galega vet. Dus in plaats van boter gebruiken we het vet van de rubia galega, wat heel veel smaak geeft. Ook weer altijd gerold in cornflakes, dus dat je mm -hmm. zeg maar die mooie crispiness hebt. En ja, het is, we krijgen er uh, leuke reacties op. Er zijn heel veel chefs die er, die er graag mee werken en die ook echt hun toffe eigen bereidingen ermee maken. Ja, en staat er al een muur met jullie Kroketten, ja. dat is toch ja, dat moet, het leukste, natuurlijk. Ja, dan, dan dat moet er zo'n verfijnde kroket op de markt komt, ja, leuk, uit de muur. Ja, ja, ja absoluut. Wat ja, is leuk, want het is heel breed. Dus daar dus kan een brasserie mee werken, er kan een sterrenzaak ja. mee werken, maar er kan ook gewoon een, een heel toffe um, uh, bar iets mee doen. En, en het is heel breed toegankelijk. Uh, en iedereen kan zijn eigen ding daarmee doen. En dat, dat is wel tof aan het product um, als volgeracht, maar ook als tappa of als streetfood. En ja, het leent zich voor heel veel bereidingen. Ja, goed. Uh. Uh, Hendrik, naast productontwikkeling, hebben jullie ook een soort uh, gevoel voor het organiseren van events? En er was er zo eentje in Tokio, denk ik. Of, of heb ik het? Of Shanghai? Shanghai, ja. Shanghai. Hm. Vertel eens dat verhaal. Dat lijkt me heel mooi. Shanghai was um, een uh, presentatie van een nieuw product. Dus wat we in het verleden vaak deden. Nu, nu is dat door corona allemaal een beetje veranderd, uiteraard. Uh, we mogen niet meer zo ver wij de wijde wereld in. Um, maar toen was een, een productlancering van, van uh, chocolade. En um, dan uh, hebben we eigenlijk het, het evenement uh, georganiseerd. De, de productpresentatie in lijn van het marketingverhaal van, het, uh, van de chocolade. Dus, uh, dus ja, op die manier zijn we op een prachtige locatie aan de slag gegaan. Met uh, ja, verschillende zaken. Food, drinks, music uh, Ja, en de mensen. Voornamelijk pers, was dat toen. Uh, ja, in een leuke sfeer echt ontvangen. En daar, ja, een, een mooie herinnering mee aan te geven. Um, en dat is, dat is ook heel fijn als ook aan aan, aan Kallebouw, bijvoorbeeld. Dat we dat bedrijf ook. Uh, dat ze ook op een leuke manier willen nadenken. Om een bepaald soort product launch te doen. Dus in overleg kom je tot heel veel leuke. Ja, tot heel veel leuke ideeën. Um, dus dat. Uh, dat was een avontuur. Uh, uiteindelijk, China, Shanghai is een uh, is, is, is <laughs> En uh, producten is ook altijd een. een Hoezo, wat bedoel je? Een echt avontuur? Want dan klinkt het zo van: we hebben daar een en ander meegemaakt. Misschien niet direct voor de oren vatbaar, maar vertel het toch maar. Maar ja, uiteindelijk, zeker als je in China kookt, nog heel veel mensen spreken geen Engels. Dus er komt een tolk bij die echt letterlijk elk dingetje vertaalt. Aard, pak een aardappel, kan je die gaan... Nee, ja, uiteindelijk, weet je, in de keuken begrijp je elkaar, dus dan, Maar dan. Ja, veel Konjichiwa. zaken moeten wel, <laughs> moeten wel vertaald worden. Dus ja, uh, ja zo gaandeweg um, uh, komt dat wel allemaal. Maar het is, het is, ja, ook voor je producten daar te krijgen. Het is een, uh, je kan niet met alles uh, lokaal gaan werken, want dat is ook nog niet hetgeen wat, wat top is, wat nog niet altijd even goed is daar. Dus je moet ook gewoon gaan sourcen en, en dat geeft ook wel een, uh, ja, een bepaalde organisatie met zich mee. Zeker, uh, zeker voor zulke evenementen. Um, maar uh, ja, het is, het, is, uh, het is een avontuur, maar het is ook goed georganiseerd. Je hebt ook altijd een goede ondersteuning, dus uh, het, het loopt altijd wel goed, ja. Mm -hmm. Nu, binnen jullie onderneming neem ik aan dat jullie toch alle twee elke eigen taak hebben, of loopt dat een beetje door elkaar? Hoe nou, pakken jullie het aan als ondernemers? Het loopt loop wel een beetje natuurlijk door elkaar, maar in principe um, uh, zorg ik vooral voor de, voor de ontwikkeling um, en, en uh, de creatie van de keuken. Camille ben jij de creatieveling dan? Goh, ja, Camille is ook heel creatief met de, met de dranken, uiteraard bezig, um, smaaktechnisch. En um, uh, op die manier ja, zitten we wel een beetje in elkaar verweven, uh, maar zorgt Camille meer ook voor de sales, voor de naar buiten komen, et cetera. Dus uh, wat dat betreft zeg je wel... Iedereen met zijn capaciteiten, maar het, het zit ook verweven. Dus uh, ja, je begrijpt elkaar goed. Hè, als er dingen moeten geregeld worden of wat dan ook. Um, iedereen heeft zijn ervaring. Dus dat is wel heel fijn. Ja. Je komt met veel mensen in contact, met veel bedrijven, met veel uh, restaurateurs, met chefs. Wat vind jij zelf het mooie aan de horeca of de gastronomie? Ja, ik vind het mooiste dat dat uh, wat je zegt, je komt met veel mensen in contact. Ik vind het ook fijn dat die wereld uh, heel open is en dat mensen heel makkelijk met elkaar in gesprek gaan. Dat was vroeger toch niet zo, hè Hendrik? Absoluut, absoluut. Dat is echt uh, de laatste jaren enorm veranderd. En vroeger was het al uh, als je receptje wilde delen, dat, dat dat was nadan. Uh, nee. iedereen hield het voor zich. De geheimen van de chef. Ja. Yeah. Terwijl nu is het gewoon leuk om elkaar uh, te helpen, om elkaar advies, advies te vragen. Maar ook uh, ja, iedereen is, 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 is trots om hetgene te delen waar hij mee bezig is. En terwijl dat iedereen ook zijn eigen verhaal heeft. En dat is heel mooi om te zien uh, in, in, in de horeca en in de restaurateurs. Dat iedereen op zijn manier met die bepaalde producten aan de slag gaat. Maar telkens zijn eigen creatie ervan maakt. Mm -hmm. um, en ook internationaal, uh, dat, dat, we, ja, dat we nog op plekken komen. En uiteindelijk spreken ja, de chefs en Horika een beetje dezelfde talen. Je, je wil iets goeds doen met. met, met met producten op jouw manier en je wilt daar kwalitatief iets, ja, fantastisch van maken. Ja, iets mee doen natuurlijk. Dat, mm -hmm. dat is de essentie. En horeca verbindt, hè, hoe dan ook, toch? Absoluut, absoluut. Ja, het is, uh, het is heel fijn, zeker uh, bij collega's ook met uh, elkaar om tafel zitten en ja. Uh, ja, het is ook altijd heel leuk om, uh, om te zien hoe dat iedereen dan nog net even een tandje meer bij zet als er iemand van over de, een collega langskomt en zo. En dat is ook gewoon ja, hoe, het, hoe het werkt. Hè. Je wil, dat zijn, uiteindelijk zijn dat altijd je beste gasten, hè, want die spreiden het ook weer door aan, aan, aan de andere mensen. Ja. Zijn er bepaalde uh, gastronomen waar jij echt naar opkijkt? Als je voor die mensen mag werken, je het kabelbouw al genoemd, fijne bedrijf om voor te werken. Zijn er zo echte mensen dat je zegt van, Goh, ik weet nog goed toen of dit. Ja, natuurlijk Sergio is er, Edwin, uh, mm. Philippe Claes wellicht. Mm. Die hebben een stempel gedrukt op jou. Maar zijn er nog andere mensen waar jij zegt van, wauw, die ontmoeten dat was voor mij. Goh, ja, ik ben gewoon wel altijd gecharmeerd van, van, van ondernemers die op hun manier hun eigen verhaal uh, uitschrijven en dat hoeft niet per se horeca te zijn, maar dat kan uh, ook iemand zijn die, ja, die bepaalde visie heeft en die op zijn manier uh, ja, iets, iets wil neerzetten waarover waar, waar nagedacht is en wat gewoon wel ja, klopt. Ik kan nu niet eentje drie een voorbeeld noemen, maar um, het kan heel breed gaan. Ja, Absoluut. en is dat ook binnen Blind Brothers het geval dat jullie zeggen van: dit is ons verhaal en dit verhaal willen wij delen? Absoluut, ja. Maar met een verhaal kom je niet ver natuurlijk, Hendrik. Je moet er ook kunnen mee verdienen. Laat <laughs> ons eerlijk zijn: je moet er kunnen van leven, je moet kunnen groeien, je moet kunnen evolueren, wat dat betreft. Dus. Nee, absoluut. En dat is ook hetgene waar wij altijd op ingezet hebben. Dus uh, uh, het moet inderdaad rendabel zijn. Uh, het moet winstgevend zijn. En uh, wij hebben nooit het voorbeeld gehad, maar wij hebben dan verschillende facetten waarin dat wij uh, ontwikkelen. Het zij productontwikkeling, het zij eigen producten, het zij voor, voor retail, hè. Uh, supermarkten, noem maar op. Die uh, brands die nieuwe ideeën en ontwikkelingen nodig hebben, dat staat totaal niet stil. Corona is daar heel veel op ingespeeld en hebben daar heel veel, uh, heel veel werk rond gehad. Heb je gevloekt toen? Ja, het was echt alles wel even uh, ja. Wij zaten heel veel in Azië en, en Amerika en daar waren we flink aan het, aan het doorgroeien. Alles kon, alles mocht. Uh, er waren heel veel mogelijkheden daar. Uh, heel veel partnerships ook, en dat vallen ineens weg. Um, dus ja, dat was uh, voor ons wel even, uh, even slikken. Heel evenementen werden uh, natuurlijk meteen gecanceld. Uh, regionaal ook, dus dat was ook een dingetje, um, maar toen hebben we ook wel heel vlug doorgeschakeld en doorgepakt en kregen we ook wel heel veel weer de vraag van, wat ik zeg, die supermarkten die moesten blijven ontwikkelen, die brands, die, die merken, die moesten ook weer met nieuwe zaken komen en dat deden we al, dus dan hebben we daar nog meer op ingezet en die vraag die kwam al heel vlug van, hup, uh, nieuwe, nieuwe combinaties, nieuwe, I don't know, ijssoorten, nieuwe uh, salads, uh. dus dat ging, dat ging allemaal door. Um, en uiteindelijk ook zelf op eigen producten ingespeeld heel veel andere zaken die we ook ontwikkeld hebben met partnerships ook weer voor Horeca sauzen cocktailschuimen dessertlijnen dus we hebben daar wel op ingespeeld tijdens de corona waardoor dat we klaar waren mochten alles open gaan dat er allemaal nieuwe producten waren wel misschien ook niet slecht dan nee. op dat vlak want dan kun je meteen uitpakken als je terug naar Amerika gaat. Ga je die dra draad terug oppikken? Dat komt wel weer. Er zijn ook weer wat aanvragen. Azië is nog, Azië is nog niet zo lang open en is ook nog niet echt, eh, Hongkong is ook nog lang dicht geweest. Dus in principe is dat ook niet, uh, niet voor nu. Um, maar wel, ja, Europa uh, we hebben nog wat jobs gehad. Met name Oost-Europa, ook hotelgroepen die ook gewoon nieuwe, nieuwe zaken openen en waar nieuwe menu's moeten komen, nieuwe gerechten, nieuwe barkaarten. Mm. Um, maar goed, ja, het, is, het, is het, het verhaal van het corona is ook gewoon echt wel een wijze les geweest. Ik vond het ook wel een, moment, een leermoment waarbij dat we heel veel uh, zaken anders hebben onder de loep genomen. En uh, dat is ook wel heel goed geweest. Um, ja, uiteindelijk is het minder het evenementieel omdat we daar weinig tijd meer voor hebben. En zijn er bij andere zaken voor in de plaats gekomen. Je eigen producten, ja, die hebben ook de nodige, aandacht nodig. Dus het was een interessante periode ook. Ja. Ja, je hebt die drie pijlers binnen het bedrijf. Ja. Wat vind jij het leukst om te doen? Um, ik zou zeggen productontwikkeling, ja, maar ja, absoluut. Ik vind dat leuk. Een eventje meepikken kan ik Ja, ook nee, leuk dat zijn, zeker, 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 ja. Um, Dat is ook heel fijn. en, en uh, het, het Productontwikkelingen vind ik heel tof, omdat je dan heel creatief kan zijn en, uh, en breed kan gaan in, uh, in hetgeen wat er moet komen. En dus dat, uh, dat doen we heel graag. Um, ja, de eigen producten hebben ook de, de aandacht nodig, er is dus ook veel tijd in. Um, uh, ja, een evenementje, ja, zeker. Uh, <laughs> dat is natuurlijk wel minder. Ja, maar, ja, bij bij jullie speelt muziek blijkbaar een grote rol. Ja. Maar hoe kan, ik dan nu, hoe kan ik dat nu blenden hm. met de Blend Brothers? Nou, ja, dus Camille draait ook. Um, ah, die is DJ. Ja. Alright. Dus, die, um, dus ja, die, die, dus dan, ja die, die combinatie zit er altijd in. Dus, dus uh, we hebben Tomorrowland. Uh, elk jaar. Uh, uh, maar we hebben ook bijvoorbeeld een, uh, een pop-up gedaan in Hongkong destijds. Uh, wow. Waar we een maand lang restaurant hebben gehad. Waar we uh, ja, food, drinks en music. Dus uh, toffe rechte menus. en uh, de muziek daarin uh, laten terugkomen. Uh, door, door, door middel van een leuke playlist. maar ook de Camille die dan nog gaat draaien en zo. Dus dat allemaal samenhangt. En waardoor je blijft krijgt. Blind, ja. Zeg, ik ga eens dieper ingaan op jullie persoonlijkheden. Hij is er nu niet. Wat, wat kun jij zeggen over Camille? Je hebt al gezegd dat hij heel goed is als dj. En hij is sterk in zijn cocktail maken. Maar wat is zijn sterkte? Zijn kracht ligt voor mij voornamelijk uh, in, het, um, in het heel uh, efficiënt, rustig iets benaderen. Waarbij ik al vlugger misschien ietsje meer... Impulsiever bent? In, <laughs> dat is heel netjes gezegd. Hey, I, 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 ja, ik vlieg niet zomaar mee de pan uit, maar ik zou alles uh, ietsje um, directer benaderen, terwijl ik hem heel wel uh, heel grond rust kan bewaren over bepaalde zaken, over bepaalde um, ik zie opdrachten. dat het een goed huwelijk is, hè? Ja. Dat is... ja elkaar aanvullen. Ja, ja, zeker. Dat is echt belangrijk, sowieso. Ja. Um, dus alles goed benaderen, het zakelijke ook meer. Ja, gewoon de, 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 wat ik zeg, gecontroleerd aan iets, aan iets, aan iets bezig zijn. Um, ja, terwijl dat je toch samenkomt over heel veel dingen in overleg natuurlijk. Ja. En, en... Ja. Je hebt nu daarnet een beetje je zwakte genoemd, is impulsiever. Maar wat is jouw sterkte dan? En wat is zijn zwakte? Oh. Ja, dat is moeilijk natuurlijk ja. als je over hem ja. moet praten als hij er niet is, hij ja. kan zich niet verdedigen. Niet netjes, maar ik beloof je, Hendrik, nadien zal ik eens een telefoontje met hem plegen. Ah, als jij niet goed <laughs> over hem hebt gezegd. Maar... Nee, wat is jouw sterkte en dan een beetje zijn minder... Of zijn zwakte, is sterk gezegd, maar... Goh, ja... Ik denk dat we ja, qua sterkte dan dat we het gewoon allebei ergens voor gaan. En dat we echt uh, gewoon aanpakken en, en, en niet zomaar opgeven. Maar dat je altijd wel mogelijkheden moet kunnen zien in iets. Ondanks dat het misschien zwaar is of dat er tegenslagen zijn of wat dan ook. Dat je, dat je het niet opgeeft. Um, en, en ja, om... Qua zwakte ja ik weet niet, ik kan niet iedereen <laughs> bedenken <laughs> het is lastig het telefoontje had ik ja. dan nee. <laughs> ja nee nee maar als die er niet zijn dan zijn die, die ja er zijn natuurlijk zijn altijd wel zwaktes of minderheden ja. waar iemand minder goed in is of zo uh, dat is er zeker wel ja oké okay. goed no problem ja. je vindt er geen laat ons duidelijk zijn <laughs> nee. Ik hoop het niet, nee nee je houdt van je broer hè ja absoluut ik wil dat toch een beetje zo. ja ja dat is zeker. fijn om te horen ja. want ik zou het Denk ik niet zo makkelijk vinden om iets met je broer of zus op te starten. Ik vind dat wel een hele uitdaging. Ja, dat, dat begrijp ik. Dat is ook iets wat we. Het feit is wel dat je gewoon echt alles tegen elkaar kan zeggen. Dus als er een keer een zeik is, of er is een keer wel, had ik het wel moeilijks. Ja, dan kan je wel gewoon met elkaar uh, echt zeggen wat je ervan denkt. En, en, en zeker in, in, door, die, ja, door die band die je hebt met elkaar. Mm -hmm. Dus dat is heel fijn. Dat kan positief zijn, maar dat kan ook eens negatief zijn. En, ja. uh, dat is wel iets. Ja, oké, okay, uh, het zijn broers, ja. Hmm, maar dat maakt toch jullie ook zo sterk en ook als merk dat jullie twee broers zijn. Dus dat kan ook maar alleen inspirerend zijn voor anderen, denk ik. Dan. Ja, klopt. Klopt, hè? Ik zeg het allemaal in jouw naam, Hendrik Buijsen. <laughs> je. Zeg, laten we het eens hebben over Zeeland. Mm -hmm. Jij bent je, je thuisbasis of jullie thuisbasis is Oostburg. Wat is er me, toch met Zeeland? Ja. Uh... Ik vind het zelfs prachtig, hè? Prachtig. <laughs> Wat is het toch met Zeeland? Ja, maar je hebt het ook al gezegd: die Zeeuwse producten. De... We zijn in een, een, een mooi klein stukje uh, Nederland opgegroeid, waar dat er gewoon heel veel producten zijn, waar dat je de zee hebt, waar dat je het land hebt en waar dat je prachtige zaken hebt, waar dat we hebben kunnen werken, maar waar dat je ook um, uh, ja, een, 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 een connectie hebt met Vlaanderen, wat ook heel fijn is. Eh, uh. Daar zeg je het. De, de, de Vlamingen, die, dat is fantastisch om natuurlijk uh, te zien dat er daar ook gewoon ja, een, een, een mooie boerondische cultuur in zit. Wat we ietsje minder hebben in Nederland, maar waar dat we wel uh, ja, heel dankbaar voor zijn. En, en ja, op die manier werkt het ook gewoon heel goed: uh, het ondernemen en het, het gastronomische uh, in onze regio. Dus. Um, ja, het is een, een, een plek waar we eigenlijk nooit echt weggegaan zijn, maar wel altijd uh, stages of in het buitenland jobs. Maar waar je altijd weer terugkomt, omdat je ook gewoon op je gemak bent daar en dat, dat is heel fijn. Ja, je voelt je thuis natuurlijk. Heb je geen ambitie om in het buitenland te gaan uh, wonen, werken, leven? Minder vroeger wel. Vroeger was het van: ik uh, hier klaar ben met werken, ben ik meteen weg en dan uh, zo ver mogelijk en uh, de, de grote wereldsteden opzoeken en daar, uh, daar is zoveel meer. En het is heel fijn als je dat kan doen door middel van jobs en werk. Maar als je later weer terugkomt, is het ook wel echt heel fijn om, uh, om terug in, in de regio te zijn. Ja. Dus die combinatie, dat is ideaal. Ja. Uh, dat werkt heel goed. Ja. Oké, okay, uh, zijn er nog uh, nu uh, producten die op stapel staan, bij, met dingen bezig, ja. die, die waar we straks misschien wel eens zullen over horen? Ja, we hebben een hele mooie samenwerking met uh, uh, Dides. Uh, ja. En uh, daarbij hebben we uh, verschillende um, espuma's uh, ontwikkeld. Verschillende smaken. Uh, waarbij uh, cocktailfoams bijvoorbeeld. Uh, Pornstar Martini of een Bellini. Waarbij dat je de, 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 de foam eigenlijk in een glas doet. tot met, uh, met een bubbel. Uh, maar we zijn ook bezig met uh, desserts. Dessertlijn uh, die is er nu. Uh, uh, verschillende uh, hartige lijnen. Dus met sausen. Mousseline sausen. Luchtig uit wow. fles. Die zijn er nu al. En er komt ook nog iets aan uh, met chocolade wellicht. Yeah, dus echt yeah. een, een luchtige chocolademousse maar dan uit een fles, maar wel ja, van kwaliteit. Dus dat Goed. Dus al iets. als ik je zo hoor praten, Hendrik, dan heb ik zowel de indruk dat we daar meer en meer naartoe evolueren, dat, ik weet niet of ik het zo luid mag zeggen, maar dat veel voorbereid wordt. Is het om de chef gemakkelijker te maken of zo? Maar ja, allee, snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het zeker. En... Uh, de... Dat, dat kunnen we ook niet onderuit. Maar wij zijn wel van mening, als iets ontwikkelt, dat het kwalitatief moet zijn. Dus dat het uh, van, van, van topkwaliteit moet zijn. En dat het een verrijking mag zijn, maar geen verplaatsing van voilà. hetgeen wat het Daar is. Daar ben ik blij om dat je dat zegt, Absoluut. want dat, dat zou heel jammer zijn. Hè? Nee, zeker. En er zijn heel veel chefs, die, 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 uh, een, een, zelfs een sterrenzaak, die gewoon een, een, een lekkere duifje maakt van de barbecue. Als hoofdgerecht, die zijn eigen duivenjus uiteraard maakt. Maar die dan nog een component van ons toevoegt, een luchtige Muslim barbecue bij dat gerecht. Mm -hmm. uh, en en, en zo, zo moet je het eigenlijk zien. Het is ja. uh, geen vervangend iets, maar het is meer een extra toevoeging aan een bepaald gerecht. Ja, uh, ja. ja. goed. En um, als jij nu... Als ik je morgen mag uh, naar het buitenland sturen voor een opdracht, in welk land zou je dat dan willen gerealiseerd zien? Als het dan niet in Zeeland is? <laughs> Ja, heel veel. Ik ben heel, heel erg gecharmeerd van. Uh, het hoeven niet ver te zijn van Italië. Italië? Prachtige uh, verschillende, verschillende regio's waar verschillende. keukens Europa, hè, he, Hendrik? Ja, oké, okay, dan gaan we iets verder. He. Dan gaan we een keer naar Japan. Nee, Italië, Italië, wat is er met Italië? Ja, Italië heeft ook gewoon heel veel puurheid in zich. In verschillende keukens, in verschillende regio's. Uh, waar het product spreekt en waar dan ze echt wel uh, ja, iets, iets, iets moois mee kunnen doen. Zonder. Te veel toevoegingen, maar wel gewoon echt in de essentie een, een, een mega mooie... Bedoel je dat wij er te veel dingetjes bij doen dan? Goh, niet per se, bedoel... Ja, in, in Vlaanderen heb je ook gewoon een, een heel lekkere witlof met, met ham en kaas. Uh, ah, dat is ook fenomenaal. Voilà. Bedoel, maar ja, het, 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 het is wel... Een uh, Italiaan is, is, is veel... Ja, uh, Puurder in bepaalde zaken. Ja. En, en kwalitatief uh, moet altijd primeren. En ik heb het ook heel erg met Japan, met de Japanse keuken, waar, natuurlijk ook, waar ze alleen maar van het beste willen van maken en kwaliteit willen geven. En ja waar dat alles zo goed moet zijn. En dat is iets, ja, dat is gewoon heel fijn. Uh, nou, je, dat ziet ook. De verschillende stijlen van restaurants, de verschillende keukens die je daar hebt waar je kan ontdekken, dat is ongelooflijk. Ja, daar zeg je zoiets, uh, verschillende restaurants. Want dat doe je ook, restaurantconcepten bedenken. Heb ik erover gelezen? Of is dat een beetje afgezwakt ondertussen? Goh, voornamelijk, um, uh, voornamelijk helpen we met het idee om het food-aspect, uh, het drankaspect, food drank dat uh, te realiseren bij bepaalde restaurants. Dus het kan heel breed zijn, van een, van een, van een hamburgerconcept tot een, uh, een ramenconcept. Of een, of een restaurant. En daarbij zorgen we wel dat, het, uh, ja, dat er... Eten, drinken uh, ja. op de kaart komt op een efficiënte manier en uitgevoerd ja. wordt, en uh, ja, natuurlijk uh, opgeleid wordt aan, aan, de, aan, aan de personeelsleden, aan de chefs. Mm -hmm. ja. Kan ik nu eigenlijk een beetje zeggen dat het jullie allemaal wel heel gemakkelijk gegaan is? Dat het heel snel gegaan is, misschien? Goh, niet altijd even gemakkelijk, maar het is wel um, vlot. Ik gaan. bedoel daarmee, hetgeen wat je gedaan hebt. Dat je dat toch wel meeneemt van als referenties. Van ik heb daar en daar. Of heb je dat ja, natuurlijk, ja, natuurlijk. Het is, het is ik wil maar om... een beetje inspirerend zijn voor onze jonge luisteraars. Nee, ja, zeker. Uh, van, uh, van, van ervaring op te doen, wat, wat ik in het begin heb gezegd, dat dat toch wel heel belangrijk absoluut, is. Absoluut, absoluut. Uh, ervaring op doen en, en ja, zo lang mogelijk bij een bepaalde zaak blijven. En daar heel die keuken voorkant proberen te leren en te ontdekken. Ja? Dat is echt iets wat, wat wij altijd gedaan hebben en wat heel fijn is: dat je een aantal jaren ergens blijft, maar dat je wel uh, ja, de, dus de ins en outs van heel de, die zaak leert. Terwijl... Bedoel je dat hoppen uit een boze is? Nou, ik vind dat, ik, ja, dat zie je toch heel veel de dag van vandaag: hè? halfjaartje, jaartje, dat volgende, dat volgende. Ja, ik snap het, mensen wel heel veel kennis opvergaan en kennis opdoen. Maar ik denk dat je veel meer stabiliteit en diepgang krijgt door ergens langer te blijven en dat ook meeneemt. Naar de toekomst. Zo. Ik deed het aan de hand van stages, dus ik bleef lang, vier jaar bij de Kronwaterhang. Maar ik kreeg de mogelijkheid om stages te doen in Parijs, in het buitenland. En dan neem je ook weer dingen mee van een okay. korte periode. Maar je hebt al je basis die je vormt uiteindelijk uh, oh, ja. als chef. Door ja. ergens iets langer te in, in te investeren. Ja. Oké. Okay. Um, ik heb het misschien nog niet gevraagd, maar je hebt opleiding gevolgd. Waar? Okay. Uh, hotelschool, de Poorten, in Brugge. Maar oh, je bent in Brugge ja. geweest. Ja, ja. Oh, was het niet goed in Nederland, de andere opleiding? Ah, uh, nee. Dat <laughs> klopt. Nee, uh, maar het is een beetje anders, nee, ja, dat Nederland. Is, dat is, Nu, de laatste jaren, is daar veel meer revolutie in gekomen. Uh, veel beter geworden. Absoluut, absoluut. Maar toen de tijd was dat gewoon vanzelfsprekend. Kom je uit uh, Zeeuws-Vlaanderen, of uit Nederland, waren ook mensen die wat verder vandaan kwamen, dan ga je naar Brugge, of dan ga je naar Vandaar dat je toch een klein beetje dat Vlaamse accent ook hebt. Ja, ja. Of is dat typisch Zeeuws? Ja, daar zit zo'n beetje mengeling van alles in, zeker. <laughs> <laughs> ja, heb je daar veel van opgestoken van de opleiding? Ja, absoluut. Ja, uiteindelijk leer je het wel in de praktijk, moet ik zeggen. Dus het, eh, het koken en zo dat leer je echt in de praktijk, uh, bij de restaurants. Maar uh, ja, het vorm je wel voor een deel. Je komt van Nederland, de opleidingen zijn wat makkelijker, wat losser. En dan kom je in België en dan is het uh, meteen uh, wat strenger. Uh, Lijkt op internaat. beetje luisteren ja. naar de leraars. Ja. Dus dat is wel iets wat je uh, ja, wat een, een aanpassing is uiteraard. Ja. Zeker als je puber bent en je bent een van 12, 13, 14 jaar. Ja, dan heb je je eigen willig, je eigen mening en dan is dat wel eventjes aanpassen. Maar uiteindelijk ben ik heel blij dat ik die opleiding gehad heb. Um, Ondanks nogmaals dat je het wel in de praktijk moet leren. Dat zijn basiszaken die je meekrijgt van theorie en van praktijklessen, maar het echte werk leer je gewoon in de rest. Durf jij zeggen dat, dat je er zonder opleiding misschien niet kan geraken dan, in de horeca? Dat, dat hoeft niet per se, nee. Nee, maar, 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 maar het, het is gros, wel een basis. Het is, ja, het meeste mensen moeten toch achter een, een basis krijgen. En mm. zeker de... de, de ja, Destijds natuurlijk de Franse keuken en de Franse klassiekers en, en daar begint het bij hè, uh, ja. op die manier. Dus dat is wel een, ja, een, je hebt altijd uitzonderingen, maar het is wel fijn om, om daar een bepaalde opleiding voor te hebben. En ik, hoop, en ik hoor ook dat er steeds meer interesse, het is een tijdje natuurlijk minder geweest van, van aanwas van, van jeugd naar de hotelscholen, maar ik hoor dat het toch wel weer een beetje stijgende lijn is, dus ja. gelukkig maar. Uh, gelukkig maar, ja. ja. we hebben ze nodig onze mensen natuurlijk in de horeca wat dat betreft, ja, want dat is een Zeker. groot probleem vandaag de dag. Ja. Uh, maar ja, goed, zo'n ondernemerschap als dat van jou, dat hebben we ook altijd nodig, denk ik. Uh, de authentieke, da ja, daar is het weer. De authentieke dat we moeten hebben en de manier waarop dat jullie producten ontwikkelen met die kwaliteitsnorm hoog in het vaandel. Dat is toch ja, fantastisch en dat hebben we nodig, denk ik. Ja, het is, het is leuk om te doen, we er onze voldoening uit en dat is, ja, dat is ook je passie. Hè? Het gaat om, om hetgeen doen wat je graag doet en, en dat is hetgeen wat ons elke dag drijft om ons ding te doen. Uh, en omdat we bezig zijn met wat we leuk vinden, dat is eten, drinken en dat is daar iets, iets, iets ja, ja je, je plezier uit halen. Uh, ja. Dat is heel fijn en als je daarin kan ondernemen uh, voor jezelf, dan is dat nog een keer een extra, ja, een extra voldoening. Mm -hmm. uh. Heb jij op dat vlak nog andere ambities of? Hoe zie je de Blend Brothers binnen vijf jaar, bijvoorbeeld? Nou, wij, wij zijn gewoon heel, heel blij met wat we allemaal doen. En, en we willen nog meer uh, hetgeen wat we nu doen nog verder zetten. Dus met name uh, de productontwikkeling, onze eigen producten. Hè, de bag-in-box cocktails, aperitieven en de kroketjes. Uh, en, en ja, daar, mag ook nog, daar komen nog altijd opdrachten bij extern. Wat niet onze producten zijn, maar ook tof is om aan te werken. En op die manier willen we heel graag onze ja, verder zetten wat we doen uiteraard. En en daarin nog meer groeien. Uh, dus, uh... En dan een klein beetje sociaal leven ook. Ja. Met lief en vriend, uh, vriendin en ja. met familie dat is ook belangrijk natuurlijk. Absoluut, nee, zeker. En de die balanc, uh, ja, dat klopt. Helemaal gelijk in, uh... Dus, natuurlijk uh, ah, wel. Nee, eh? zeker. 90% werk, 10% vriendin? Of komt dat. Uh... Nou, tegenwoordig kunnen we de balans wel goed vinden. Uh. Dat is goed. Ja, absoluut. Ja. Heel dat belangrijk. Dat is ook wel nodig. Natuurlijk. Ja, nee, ook voor jezelf, denk ik. Dan. Nee, absoluut, absoluut. En, en, en zeker op die manier, want dat is, uh, dat is juist hoe het werkt hè. en hoe, dat je, ja, hoe dat je op een bepaalde manier toch, uh, uh, toch verder komt en. en... Uh, de aandacht en dat klankbord, heeft... hè? Ja. als Camille er dan niet is, dan heb je wel iemand nodig om eens tegen uh, te rotzooien of zo. Ja. Valt aan mee. Ja, valt nevel. <laughs> en ja. zeg ik nu de, de terugkerende vraag. vraag. Stel dat ik je nu in een teliteitmachine mag stoppen. En je mag één zalig moment uit jouw hele carrière, van toen je misschien, ja, laten we zeggen, toen je in het vak stapte tot nu. En je mag het nu periode opnieuw beleven. Welk moment wordt het? Ta-da-da-da. da. -da, 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 da, -da, -da, -da. Goh, ja, er veel momenten. We hebben zoveel mooie dingen gedaan en zoveel mooie plekken geweest in de wereld. En ja, Kom we, aan, haal er eentje uit. Och, ja. Mooie anekdoten vertellen. Uh, no, uh, Je mag uh, nadenken, er mag stilte vallen. <laughs> Ik ga ondertussen nog een slok nemen. <laughs> um, wij zijn ooit eens gevraagd om te koken in, in de polders van Peking, noem het. Dus echt in the middle of nowhere, in, Pe in Beijing, in Peking. Um, en er was een bevriende wijnleverancier uh, die, uh, die daar een, 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 een vriend, bekende, had. En die een prachtig mooie locatie had in Beijing. En die ons toen benaderd heeft van, goh, uh, wij hadden een evenement bij een Belgische uh, ondernemer ook. Die aan de Forbidden City een restaurant heeft. En uh, daar hadden we een guest chef event. En uh, toen uh, zei hij van, goh, heb je nog tijd? Kom je nog af? En gaan jullie nog koken voor ons? En uh, dat was prachtig, want die man was ook heel geïnspireerd door de Japanse keuken en door de Japanse uh, producten. En uh, die had... Uh, Fantastisch mooie. Uh, Serres met, met aardbeidjes. Uh, Okinawa strawberries, dus de hele mooie, uh, lekkere aardbeien uit Japan. Um, en, en groentes die vers kweekte van, van fenomenale kwaliteit. En dan was zo van jongens, vlieg er maar in, doe maar wat je zin in hebt. En pak en maak wel lekkers. En dat was, dat was heel fijn. Dat was aan de andere kant van de wereld. En dat was ook wel iets waar je echt uh, zo van wow, dit is echt heel mooi. Ja, dus dat, dat wordt het dan. Ja, dat was prachtig, ja, dat zou ik zo Gaan we doen. dan jou nu in de teletijdmachine stoppen? Zullen we weg? Ja. <laughs> Absoluut. Uh, mag ik erop klinken? Het was Zeker. heel tof om jou nog eens van een andere kant te leren kennen, want meestal zie ik je zo bezig in events of zo. Maar nu eens op een zen-zalige manier in de sofa bij Rational Belgium. Cocktails drinken, alcoholvrij, dames en heren. Dankjewel. Supertof, dankjewel Sabine. Je. vond het heel aangenaam. Ik ook. Fantastisch. Gaan eens klinken? Yes. Ding, ding. Santé. Bedankt dat je bij ons was. We hadden het goed samen. Blijf vooral luisteren en word abonnee van mijn podcast via Spotify, Google, Apple of Stitcher. Kijk naar de podcastvideo's via YouTube. Wil jij op de hoogte blijven? Volg Satellar voor Gourmet op Instagram, Facebook of LinkedIn. Ik zou het fijn vinden als jij bij een aflevering een reactie nalaat via satellitegourmet.com. Tot de volgende. Rationaal. Ontdek nu het Rationaal Termijnbetalingsplan. De beste ondersteuning bij de aankoop van de nieuwste apparatuur. Alle info op rationale.be.